toen dat ik wat ouder werd en ook de nadelen ervan ondervond, een bekende vader. Dus wij konden niet een leuk een dagje naar Duinrell of zo, of een tiki-bad in met z'n tweeën. Goedemiddag. Hey man. Goed volk. Hi, Martijn. Aangenaam. Masseer je al lang? Al heel lang. Maar ik masseer voornamelijk met messen. Oké. Kan ik nog weg? Helaas. Maar goed, we gaan even lekker scheren, denk ik, hè? Ja, het is niet heel veel. Hoe scheer je thuis? Met de tondeuzen. Alleen met de tondeuzen? Ja. Nee, ik vind het wel mooi als er nog iets te zien is, maar aan de andere kant denk ik nu, zoveel is het niet. Misschien kunnen we gewoon voor de clean shave. Dus ook nog nooit met een mes geschoren? Ja, vroeger wel eens, maar ik vind het zo gedoe. Heeft jouw vader je ooit leren scheren? Ja. Echt op je, weet ik veel, 16e of zo? Nou, ben ik een jaar of 14 of zo was ik. En toen stonden met z'n tweeën zo in de wasbak. Even schoonmaken en weer gaan. Wat gaaf. Ja, leuk. Ja. Dat hoor je niet veel. Mensen zeggen van ja, ik heb mijn vader wel... Nou ja, misschien dan seksuele vader... voorlichting. Nou, dat ook niet, dat hoor. Dat heb ik ook nooit gehad. Ja, de magazines die ik vond. Ja, precies. Van je vader. Van mijn vader. Ja. Dat was mijn voorlichting. Nou, dat is een lekker shot dit ook. Heel leuk dat je pa dat echt zo heeft gedaan. Ja. En over je pa. Hoe, ben jij ook echt een beetje in het spotlicht opgegroeid als kind? Of heb je ouders daar echt een beetje je erbuiten gehouden? Nou, ze hebben niet. Nou, niet erbuiten gehouden, maar ook niet. Ik ben ook niet gepoest om dit werk te gaan doen. Maar ik vond het wel interessant. En ik ging mee naar de studio als klein ventje en kijken. En dan vond ik het cool om daar natuurlijk als klein zoontje naar je vader, trots naar je vader te kijken. Totdat ik wat ouder werd en ook de nadelen ervan ondervond, een bekende vader. Of in ieder geval, ja, iedereen heeft een meningetje over hem. En dus uiteindelijk ook over jou. En wij konden niet een leuk een dagje naar Duinrell of zo, of een tiki-bad in met z'n tweeën. Dus toen dacht ik weer van, nou, dit is niks voor mij. Dit gaat mijn job niet worden later. Ja, maar ik denk dat ik toch wel een beetje mijn vader lijk. En toen ging ik weer vaak naar de studio kijken. En toen voelde ik gewoon van, ja, dit wil ik ook. Oh, lekker net de tuin. Is niet te heet? Nee, top. Komt er dit jaar ook een nieuw seizoen Temptation Island? Ja. Ja? Kan ik nog auditie doen? Dat kan je zeker, als je die snor er even afhaalt. Ja. Maar is dat dan in de rol van verleider of als koppeltje? Ja, ik denk... Nee, geen van beide. Nou, nou, je kan je inschrijven, Martijn. Nou, ik denk het niet, maar... Heb je ook hier en daar soms af en toe het gevoel van, wat doen we die lui aan? Of heb je dat helemaal... Zeker. Ja? Nee, zeker. Ik heb... Heel vaak dat ik daar zit als een soort Dr. Phil, dat ik denk, ja, en ook van wat ben ik hier godsnaam aan het doen? En dan zitten er twee te janken voor je, of die slaan elkaar de hersens in. Ja. Maar dan denk ik altijd maar, ja, je geeft jezelf op voor dit programma. Je moet hier zelf deze relatietest doorstaan, dus wie ben ik? In feite, het feit dat het er is, hoeft niet te betekenen dat je er aan mee hoeft te doen. Dat is eigenlijk... Nee, precies. Ja. Ja. Wat ga je lekker? Ja. Hoe vind je het gaan? Dit gaat heel smooth. Ja, ziet het er goed uit? Ja, ook dat. Kan ik hierbij voor de dag komen? Absoluut. Hoe gaat zo'n proces eigenlijk van zulke mensen vinden? Je kunt natuurlijk niet hebben dat er in één keer allemaal mensen zitten die doen alsof ze een relatie hebben. Nee. Kijk, dat is gewoon echt een casting. En die vrijgezellen, daar zijn er genoeg van. Volgens mij, toen we weer melden dat de nieuwe zoek gingen doen, waren er binnen een week 9000 aanmeldingen. Ja, voor die vrijgezellen. En die koppels zijn natuurlijk wat moeilijker. Ja. We willen wel allemaal dubbel checken, want het moet wel allemaal serieus zijn natuurlijk. Ja. En niet zomaar mensen denken, ik ga lekker op vakantie en een beetje rondwippen. Ja, precies. En mijn vriendin, gewoon mijn Mattie, die zit in de andere huis hetzelfde te doen. We doen net alsof dat we het erg vinden dat we zien. Ja, nee, dat kan niet. Dus het wordt heel secuur allemaal te werk gegaan. Zijn we er al? We zijn er nagenoeg. De tijd vliegt met jou, Martijn. Kijk eens. Zo. Ja, kijk eens. Ja, ja. Ik ben nu nog sneller op de eerste meters. Bedankt voor de goede zorg. Geen dank. Hoeveel krijg je van me? Helemaal niks. Oh, nou, top.
Mag je hartelijk danken voor de gezelligheid? Ja, absoluut. En succes met je truc. Dankjewel. En heel graag tot de volgende keer. Bye-bye. Tot de volgende keer, yo.